naar AC Milan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat een geweldige transfer. Ja, echt hè. Dat is echt een geweldige transfer naar een geweldige club. Ik ben echt super trots en blij. Ja, Milan belde en zei, we hebben een typisch Italiaanse verdediger nodig. Ja, precies. Dat zeiden ze, ja. Nee, zij belde en zij wilde iemand voor de linkerkant. Voor de hele linkerkant? Voor de hele linkerkant. Dat wordt zwaar. Ja, om wat extra voetbal te brengen. Mm-hmm. En dat ze dan bij mij terechtkomen, dat is gewoon heel mooi. En een compliment naar mij toe. Maar ik ben er nog niet. Hè. Ik moet het nog wel laten zien. Hoe snel is het uiteindelijk gegaan? Wanneer hebben ze gebeld en wanneer kwam het rond? Vrijdagavond heb ik met Milan gesproken. En eigenlijk de dag daarna is alles voor zaterdag, dus dag voor de wedstrijd, is eigenlijk alles heel snel verlopen. En vandaag in de ochtend zijn eigenlijk alle puntjes op de i gezet. Een beetje vragen naar de bekende weg, maar trotse moeder, hè? Maar ik wist niet wat ik hoorde. Ik zat alleen maar in die teletext te staren de hele dag. Ik kon het niet geloven ook. Nee, dit is echt, zijn droom is uitgekomen. Hij heeft er keihard voor gewerkt vanaf zijn 7e jaar. Toen was hij klein, toen knipte hij alle plaatjes uit. En toen had je toen de tijd alle toppers en daar stond hij tussen. Op zijn slaapkamerdeur. En ja, nu is hij er echt bij. En het ligt aan hem om het waar te maken. En ik weet dat hij het kan. En we steunen hem met z'n allen en we hopen dat het lukt. En ik weet zeker ook uit de grond van mijn hart dat het hem zal lukken. Terwijl je neefje en nichtje rondhuppelen hier. Is je dochter hier? Ja. Maar zo'n kleintje, maar dan iets groter, was je ook toen je begon bij Ajax. Hoe is het dan om nu weg te gaan? Ja, fantastisch eigenlijk. Ik denk dat vele jeugdspelers het graag zo willen doen als ik het heb gedaan. En ik heb 6 jaar in het eerste gespeeld. Prijzen gewonnen. Ik mis eigenlijk, ja, dat is eigenlijk het enige smetje dat ik... Je mist hem, hè? Ja, eigenlijk wel. En, wat mis je? Ja, de titel natuurlijk. Ja. En, maar voor de rest, als speler heb ik bij Ajax gewoon alles meegemaakt. Goede tijden, wat mindere tijden, kritieken gehad, lovende complimenten. Druk, alles was aanwezig. En ik denk dat ik met die bagage... Dat ik daar gewoon heel veel aan heb gehad. Ik ben 24 en ik denk een mooie leeftijd om een nieuwe stap aan te gaan. En die stap is AC Milan en ja, die wil ik gewoon met beide handen pakken. Wat ga je het meest missen, denk je, hier in Amsterdam? Ja, toch mijn teamgenoten. Die familie, dat zijn gewoon belangrijke mensen. Maar die jongens waar je eigenlijk elke dag van kleins af aan mee bent opgegroeid. Het zijn broeders geworden. En die jongens zal ik wel erg missen. Ja, toch, ouders zijn natuurlijk heel erg blij aan de ene kant. Aan de andere kant... Zult u hem moeten missen? Ja, dat is wel zo, maar ja, Milan is niet zo ver. En als je s'avonds het vliegtuig pakt, ben je binnen een paar uurtjes bij er. Dus als je vrijdagavond vertrekt, ben je zondag weer terug. En dan kan ik maandag gewoon naar mijn werk. Dus, ja, dus u gaat lekker weekendjes op en neer? Ja. Het zou wel fantastisch zijn als ik het dit seizoen zou kunnen afsluiten met de titel. Want dit is jammer genoeg niet gebleken. Ik ga nu direct naar Milan toe. En dat is voor mij ook een hele mooie stap. Ja. Hij staat een beetje... Hij is wel iets te groot. Ja, hij is wel iets te groot, ja. Gewoon de uitstraling van Milan, het is me altijd wel bevallen. Dus, en ik denk met mijn mooie kop dat het er wel bij zal staan. Okay, man. Yes. Heel veel succes daar. Oké, dankjewel. Heel erg bedankt. Is goed.